om de mijtenbesmetting van onze volken te bepalen, maar ook om de mijtengroei te bepalen, wassen we 3 keer per jaar ongeveer 50 tot 75 gram bijen uit. Die bijen die doe ik in een cupje, daar gaat een dekseltje op, dat cupje zit vrij vol. Die bijen die slapen eigenlijk direct in. Die doe ik dan vervolgens in de vriezer en vanuit de vriezer op een rustig moment was ik die dan uit. En door dat 3 keer per jaar te doen, bijvoorbeeld in april, juni en eind juli, kun je goed zien hoe de mijtengroei is in het volk. Het uitwassen van de bijen geeft de meest betrouwbare waarde voor de mijtval. Geen enkele methode is 100% betrouwbaar, maar het uitwassen wordt door eigenlijk alle wetenschappers wel gezien als meest betrouwbare. Dat uitwassen, dat is best wel een klusje, want die bijen die doe je in een cupje en dan moet je dan een minuut of 20 schudden. Ja, om dat met de hand te doen voor 200 cupjes of 300 cupjes is wel erg veel werk. Ze hebben een machientje voor, dus dat laat ik eventjes zien. Nou, zo liggen die dingen dus in de vriezer. Deze staan al te ontdooien, ze hoeven niet ontdooid te worden, maar tijdens het werk ontdooien die natuurlijk. Op elk cupje staat de locatie, in dit geval locatie G van Goorstraat, het nummer van de kast en dat doen we 2 keer. Mocht de bovenkant niet goed leesbaar zijn of wat dan ook, dan heb je nog een backupje. Vervolgens hebben we een weegschaaltje. Daar zetten we dan zo'n cupje op. Dan wegen we exact het gewicht, dus een precisieweegschaal. Die gaat op een 100ste gram nauwkeurig. Dat zetten we dan op een protocollijstje. Locatie, kastnummer en het aantal grammen en het soort cupje. Want het gewicht van het cupje moeten we er straks weer aftrekken. Dus moet ik weten in wat voor cupje die gezeten hebben. En als hier een H staat, dat betekent dat ik van dit volk ook de honingkamer bij je genomen heb. Dus 801 zal 2 keer voorkomen. Ja, hier staat hij toevallig al. Dus 801 komt voor als bijen uit de broedkamer. En 801 komt voor met bijen uit de onderste honingkamer. Dus die dichtst bij het broednest zit. Dat is een experimentje die we willen doen. Dat heb ik met ongeveer 75 volken gedaan. Om te kijken, zit daar nou een verschil in bijen uit de honingkamer qua besmetting en bijen in het broednest. Als dat nou niet zo is, dan kunnen we wellicht ervoor kiezen om de bijen uit de honingkamer te nemen voortaan. Want dan hoeven we niet eerst de koningin te zoeken en storen we ook het volk minder als we toch geen controle hoeven te doen. Nou, vervolgens gaan die in een schutmachine. Dat ziet er zo uit. En dat ziet er zo uit als die in gebruik is. Daar zit, het machientje zit driekwart vol, of het cupje zit driekwart vol met water. Daar zitten die bijen bij in. Daar zitten een paar druppeltjes Dubro bij in. En dan laat ik het bakje zelf even zien. Dat is eigenlijk een dubbel bakje. Dus dat is het plastic cupje waar dit metalen bakje in staat. En dat is dit bakje met een hoge bodem, zodat door die bodem heen de mijten vallen. Die mijten komen dan onder in het cupje terecht. En die kunnen we dan uitlezen. Dan schrijven we het aantal mijten weer op ons protocollijstje. En dan voeren we dat allemaal in een Excel-sheetje en die rekent dan keurig uit wat de mijtbesmetting is. Na het schudden gaan we de bekers leegmaken. Deze beker heeft dus een dubbele, of geen dubbele bodem, maar heeft een dubbele bak. Waarbij dit bakje boven de bodem staat. Spoel hem nog even 1 keertje goed uit, dat we alles hebben. Dit bakje bevat dan de dode bijen. Die gaan weg. En dit bakje bevat dan de mijten. 1 mijt. De rest is allemaal rommeltjes. Nummer 5 heeft 1 mijt. Dat schrijven we dan op. Nummer 5, 1 mijt. Dus we hebben hier het lijstje. Dus het eerste volk had 3 mijten, het tweede volk 1 mijt, het derde volk 7, het vierde 11. De 5 en 1. Nou, die volken die 7 en 11 hebben, dat kunnen interessante kandidaten zijn om mijten te van oogsten. Want die mijten hebben we dan nodig om straks de andere volken te besmetten. Nou, zo gaan we er 175 of 200 doen vandaag. Nou, we zijn nu een paar uur bezig.
flink geschud. Deze wordt op dit moment geteld. En zo zien dan de lijsten eruit. De nulwaarden zijn natuurlijk heel interessant, maar die ook heel interessant zijn, zijn die met de hoge besmettingen, zoals hier 23 en 21. En hier zelfs 28. 0 en 1 is natuurlijk heel interessant. Die laten weinig VROA zien, besmetting zien. Daar zit er best wat van tussen. Maar we zoeken er ook een paar met een hoge besmetting. Dus hier hebben we er eentje met 42. Want die volken hebben we nodig voor onze donorvolken. Waar we de VROA's uit gaan halen om de mini plus volken die we gaan testen op VROA mee gaan besmetten. Nou, ik zet alles in een Excel sheetje. En dan kan ik goed zien welke lijnen het goed doen en welke lijnen het slecht doen. Maar ook de slechte hebben we nodig.